Deze zaak is voor ons heel uniek. Die sluiting museum is al uniek. En met name omdat de verdachte 16 jaar is, een scholier is. Het is een Egyptisch beeldje uit de 4e eeuw voor onze jaartelling. De verdachte die benaderde een kunstkenner over dit beeldje. En deze kunstkenner die wist met absolute zekerheid dat het beeldje afkomstig was uit het museum. En die heeft vervolgens het museum ingelicht. Toen bleek dat het niet alleen het beeldje, maar dat er ook nog andere kunstobjecten waren weggenomen. Ja, we hebben dat bij elkaar opgeteld en de waarde is ruim 150.000 euro. We zijn toen gelijk een onderzoek gestart en we kwamen al vrij snel achter de verdachte. We hebben bij die verdachte is aangehouden, we hebben huiszoeking gedaan. En daar zijn alle objecten waarvan aangifte was gedaan, zijn weer boven tafel gekomen. Hij heeft heel veel interesse in archeologie en oude kunst. En hij had altijd gelezen daarover en afbeeldingen gezien. En hij wilde die voorwerpen in het echt ervaren en voelen. En daarom heeft hij ze meegenomen.